Hé. Hey. Ja, we zijn in het streekdierenthuis Louterbloemen. Ja. Voor Arie, want Arie zit flink in de penarie. Een paar weken geleden binnengekomen, hè? Ben je helemaal niks? Ja, klopt. Arie is nu een kleine 3 weken geleden binnengebracht, gevonden op straat. Is hij natuurlijk niet uit zichzelf terechtgekomen, want hij kon niet eens lopen. Ach, echt zo'n klein hummeltje en zijn achterpoten stonden echt helemaal gespreid. Kikkerpoten? Ja, en dat noemen ze dan in de volksmond ook een zwemmetje. Dus dat is ook net alsof hij zwemt, dat hij zich voort probeert te bewegen. Nou, haal hem er maar eens uit dan. Eens kijken hoe het met hem gaat. Je ziet nu al, hij zet ook zijn teentjes vrij wijd uit elkaar. Hè, vandaar dat we ook zeggen kikkerpootjes. Dat is gewoon heel logisch, want als je weinig stabiliteit heb. En hij moet nu oefeningen doen, begrijp ik? Ja, hij heeft nu 2 weken in tape gestaan. Hebben ze zijn heupjes onder zijn lijfje gezet en zijn knietjes recht gezet. En nu moet hij het een weekje zonder tape doen. Kijk, want die spieren moeten toch iets op gaan pakken natuurlijk. Kijk, je ziet nu, hij heeft ingetaped gezeten en toen stonden zijn pootjes echt zo. En een tapeje tussen zijn achterpoot, dat zijn poten gewoon niet verder uit elkaar konden. Nu moet hij dus zelf lopen. Dan zie je dat hij toch zijn achterpootjes wel wat wijder zet. Maar ja, die spieren moeten ook de kans krijgen. En dit kon hij dus gewoon echt helemaal niet. Hij lag echt op zijn buik. Komt het goed met Arie? De achterpootjes komen goed met Arie. Voorpootjes, even kijken of daar misschien ook iets nog mee gedaan moet worden. Maar eerst zaken dat die achterpootjes gewoon sterker worden. En daar moet hij nu voor trainen. Dus af en toe dan is het ook... Dat hij ook zijn oefeningen, echt dit wat we dan door de knieën heen gaan. En, maar wat je wel ziet, wat hij eerst niet had, is dat hij de motoriek heeft. Vind je leuk? Dat hij de motoriek heeft om zijn pootjes, zeg maar, om zijn beurten te gaan gebruiken. Ja, dan is het natuurlijk zaak om uiteindelijk een goed adres te vinden waar hij dan... Ja, nou, een van de dierenartsen die is al helemaal verliefd op Arie. Dus ik geloof dat dat wel goed gaat komen. Ik zou zeggen, zet hem op, Arie. Kan goed.